Yes, top dat jij weer kijkt naar deze vlog. Ik ben Jip en ik kom net uit hier uit Cinema 3, hier in AI in Amsterdam. En ik heb net een hele bijzondere film gezien, namelijk hier zie je die poster hangen. De filmstalker van André Tarkovsky. Op dit moment is er een tentoonstelling van hem te zien in AI. En het is een Russische, zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, een Russische filmregisseur. Ik heb vandaag voor de allereerste keer een film van hem gezien. Ik denk dat ik het kan omschrijven als een soort combinatie tussen poëzie, fotografie. Er zitten hele lange stille beelden in, waardoor je heel goed gaat kijken wat zie je nou eigenlijk. Er zit heel veel symboliek in, dus met de Sovjet-Unie. Het is een beetje bovennatuurlijk. Er gebeuren allemaal gekke dingen. Dat zeg ik, kijk, dat ziet het, vermoedt het plaatje natuurlijk eigenlijk ook al wel. Nou, dit is in ieder geval een film die ik niet ga vergeten. Het leek mij wel heel tof om wat meer mensen te vragen hoe hun eerste keer Tarkovsky was. Want hier valt in ieder geval veel over te vertellen. Dus ik ga tijdens Museumnacht naar AI om daar mensen aan hun mouw te trekken en te vragen hoe was jouw eerste keer Tarkovsky? Ik moet zeggen dat hij wel een indruk bij mij heeft achtergelaten. Dat is sowieso heel abstract. Ik vond het wel indrukwekkend om te zien. Ja, dat was wel echt indrukwekkend, moet ik zeggen. Mooie beelden en altijd zwaar. Zware dingen, heftig. Het is wel zware koek, moet ik zeggen. Het is niet zomaar een filmpje dat je even gezellig wegkijkt op een avond. Ja, ik wist echt totaal niet wat ik moest verwachten. Je kwam wel echt in een wereld terecht, eigenlijk. Nou, dat het niet eigenlijk zozeer om het verhaal gaat, maar om de sfeer die hij creëert. Een soort trance waar hij je in brengt. Right in there, I was remembering the first time I saw Solaris. That was a really weird experience. Ik zat even te kijken naar die Solaris. En ik zag dat die 166 minuten duurde en dat schrikt me er altijd een beetje af. Het is wel visueel pleasing. En verschillende soorten film door elkaar, dat je gewoon zwart-wit had, maar ook een soort met kleur en animatie en zo. Dat vond ik heel mooi bij elkaar passen eigenlijk. Je wordt heel erg ingegooid. Je hebt niet heel veel context of iets. Het is aan jou, aan de kijker, om het te interpreteren. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel het mooier aan. Van je weet de verhaallijn niet, je weet niet waar het om gaat. Het is gewoon heel erg aan jou van welke betekenis zit jij erachter. Omdat het dus niet een verhaal is van A tot en met Z, moet je dus zelf je eigen rode draad eruit halen. Je gaat heel erg inderdaad op zoek naar dingen om het voor jezelf aan te vullen of zo. I understand that some other films are easier to follow, but this is more about to really appreciate the conception of the world of an artist. Even if you don't grasp what he was trying to say, this is his exercise, artistic exercise. So that's why getting immersed in his style, in his narrative, that's the experience. Er wordt veel meer tijd genomen voor het belevenis van het verhaal, de emoties, I guess. Hij laat wel heel veel emoties zien in zijn films. En dat maakt uiteindelijk wel weer de indruk. Dus ik zal hem niet zo snel vergeten. Het viel me meteen al op dat hij eigenlijk echt heel erg existentialistisch is. Soms heb ik dat gevoel ook wel eens dat je denkt van ja, je bent ook maar iemand, gewoon één persoon in de grote wereld. Weet je, wat is jouw plek? En ik merkte meteen al op dat dat wel iets is waar hij ook heel erg mee speelt in zijn films. Dus ja, dat vond ik wel heel bijzonder. It reflects on how are we going to relate with our own in the future, or this atmosphere or of technology such in an invasive way that you are trapped in that. Nou, ik vond beeld wel mooi. Ik zou best wel wat meer willen zien, maar ik weet niet of ik een hele film uit zou gaan zitten. Heel veel mensen gaan het waarschijnlijk ook ruk vinden, maar dat is prima. Yeah. En heel veel mensen gaan het mooi vinden, maar dat is ook prima. Dus. So I'm curious to see his artist ideas, but also how he developed that kind of work that was part of that generation. Ja, ik werd er best wel ook door opgeslokt eigenlijk. Zo van, ik wil er wel langer naar kijken.